Geef hem een groot applaus, dames en heren. Ralf Makkamba! Ja, Ralf, daar sta je dan. Ja. Volgens mij ben jij niet snel bang, maar hoe zit het nu met de zenuwen? Vrij hoog. Ja, nou, ik wil gewoon eigenlijk echt van de duikplank af. Ik wil het gewoon doen. Het is anderhalf seconde, hè? Het is anderhalf seconde, dus het beste van proberen te maken. Je trilt helemaal. Even rustig worden. Wat voor sprong ga je maken? Ik ga anderhalf achterwaarts met een halve schroef proberen. Wat is daar zo moeilijk aan? Ik denk dat het moeilijkste is dat het twee bewegingen zijn in één sprong. Maar ik heb er hard op getraind en ik hoop natuurlijk dat het goed gaat komen. Ik heb deze jongen nog nooit zenuwachtig gezien. En nu staat hij te strillen als een rietje. Oké, word even rustig en ga je gang. Voor Ralf Makkamba. Wow! Ik weet niet of dat iets zegt voor de jury, maar ik vond het superleuk. Wow, 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 wow. We gaan nog even kijken naar de uitvoering van jou. Daar komt hij aan, Ralf. Kijk eens, vergelijk dat lijfje achterover. Baf! En dan... Ja, 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 ja. Ha! Daphne! Nou, wauw zeg. Dat is een binnenkomertje, zou ik zeggen. Dat mag je Fantastisch. Zeggen. Fantastisch. Ik word hier eigenlijk een beetje nostalgisch van, want dat was ook de eerste schroefsprong die ik leerde. En ik vond hem dat je hem echt fantastisch had gedaan. Hij was heel hoog, benen nog een beetje krom. Maar prachtig hoor. Ja, heel bedankt. En Frans. Ja, ik wist natuurlijk, er komt een hele jonge lefgozer goed in conditie. Dus ik denk, nou, die zal elke punt moeten verdienen bij me. Ik zie een sprong en dan moet ik me niet laten verleiden om hem als een wedstrijdsprong te beoordelen. Zo goed is het eigenlijk. Hij gebruikt de 3 meter plank echt om hoogte te krijgen, dat zie je. Hij schroeft op het goede moment, want anders valt hij plat. Bij de landing hurkt hij iets in, waardoor hij wat naslaat. Dus dat is niet nodig. Je doet het hartstikke goed. Ik ben, enorm onder de indruk. Dankjewel. Mooi geluid. Nou, Daphne, ik wil graag jouw punten, alsjeblieft. Ja, dit wordt moeilijk om na te doen, maar ik geef je een 9. Wow! En dat zo in het begin van het programma. Frans. Ik mis iets in de landing, dus ook een 9. Ja, Quintus. En wat voor cijfer geef jij met je mooie lichtblauwe? Ja, wat heb ik groen over? 16-jarige Ralf. Talentje ben je. En talent moet je stimuleren. Je krijgt van mij een 9. Wow, ik denk dat we nog nooit zulke hoge punten hebben gehad, Ralf, in de afgelopen week. En dat betekent een hele hoge score. We gaan ook naar het scorebord toe, maar ja, je bent de eerste kandidaat, dus je staat gewoon bovenaan. Yes! En dat is helemaal top. Geer, wat een binnenkomer, hè? Leuk. Wow, een 9.